De meer dan 1000 asielzoekers die ons land per week binnenkomen, moeten worden tegengehouden bij grensovergangen zoals hier in Hazeldonk. En vandaag worden de vele aangehouden verdachten vereerd met een bezoekje van niemand minder dan Fredje Teven. Visite, visite, een huis vol visite. Piet Hein had zijn maat Mickey Mouse meegebracht. Dag meneer Teven, goeiedag. Goeiedag. Wat komt u nou eigenlijk doen? We komen op de grens hier kijken hoe de Koninklijke Marechaussee bezig is met het mobiel vreemdelingentoezicht. U heeft geen taart bij u? Nee, ik heb geen taart bij me. Voor degenen die hier dan aankomen straks misschien? Nee, dat gaan we niet zo doen. Welkomstvlaggen van nee, welkom in Nederland? Zo doen. Nee. Wat is de stereotype van een Eritreër? Hoe ziet dat eruit? Eigenlijk zeg jij van, ik snap niet dat ze ons aanhouden. Wij zien er dan wel uit als drugscriminelen. Maar zie je eruit als een drugscrimineel? Nou, ik bedoel het in het algemeen, hè? In het algemeen? Wat ik dan niet snap is dat jullie dan de hele tijd eigenlijk allemaal mensen aanhouden. Die zien er allemaal uit als drugscriminelen, terwijl je op zoek bent naar illegalen. En illegaal heeft niet te maken met wat voor huidskleur die natuurlijk heeft. Dus, Ben je nou niet mee eens dat dit een beetje gek is? Dit is natuurlijk sowieso niet iemand uit Eritrea. Nee, dat klopt. Daar heeft u gelijk in. Waarom houden we hem dan aan? Omdat... Nou? Nee, niet redden. Ga je hem redden nou, ja? Nee, ik ga hem... Dat is helemaal pijnlijk voor hem. Ik ga hem helemaal... Nee, helemaal niet. Kijk, mobiel toezicht veiligheid doen we niet alleen om illegale immigratie tegen te gaan. Nee, maar daarvoor staan we hier natuurlijk wel. Ook voor grensoverschrijdende criminaliteit. Het is heel goed mogelijk dat iemand in zijn voertuig wellicht mensen smokkelt. Normaliter doe je dat achter in je auto of in ieder geval buiten het zicht van de opsporingsambtenaar. Maar let je op, hè? Je staat weer ergens anders heen te kijken, maar hij legt het nou uit, hè? Ja, ik heb het gedeeltelijk meegekregen inderdaad. Wat zei die dan? Dat het niets uitmaakt. Met betrekking tot... Shit, dat vind ik niet leuk dit. Nee, we stoppen ermee. Maar het is dus omdat je criminelen kunnen smokkelen. Kunnen ook, hè? Inderdaad, dat klopt. Dat, Dankjewel. Even, u staat bij de bus nu, want daar zitten ze dan vaak in, begreep ik al. Het is in ieder geval zo dat vastgesteld is de afgelopen dagen dat mensen veel met de trein komen. Dat er ook afgelopen weken mensen met bussen kwamen. Nu worden dus internationale bussen worden gecontroleerd. Hallo, nog illegaaltjes hier? Illegaaltjes? Nee. Even controleren, mag ik even kijken, even de mond open. Stemmen, Pieter. Ah, dat is oké. Dat is oké. Je zei pindakaas? Pindakaas. Goed, reken ik goed. Ja hoor, hallo. Hier nog illegaaltjes, ja? Nee? Zit er in die tas? Nee. Zit erin? Spullen voor eten. Wat komt u dan eigenlijk doen hier? Ik woon hier, in Nederland. Ja. Waarom moet ik nou illegaal in land gaan? Als dat daar verboden is, dan moet je op een goede manier gaan naar zo'n land. En vindt u nu echt dat u even gecontroleerd wordt? Helemaal niet, waarom? Misschien dan wel eventjes straks ook voor in de bus, hè? Wij zijn legaal, olé, olé. Wij zijn legaal, olé, olé. Ja, als we hem even doen, we even oefenen, ja? Kom. Wij zijn legaal, olé, olé, olé. Wij zijn illegaal, olé, olé, olé. Nee, niet illegaal, legaal. Illegaal. U gaat tevreden naar Den Haag terug? Nou, tevreden moet je nooit zo gauw zijn in de politiek. En zeker niet als staatssecretaris. Er is heel veel werk te doen. En dit probleem is nog niet getackeld. Laten we dat gewoon vaststellen. Goeie reis terug naar Den Haag. Ja, dank u ook. Ja. Tot ziens. Tot ziens maar weer. Ja.